Pico Garden, educatieve tuin, te vinden op internet. Aan de slag in uw eigen buurt, gemeente Hollands Kroon. En als ik hem dan openklap, dan hebben we de Pico Garden. Een jaar geleden was dit nog een saai grasveld waar niemand naar omkeek. Tot plantenliefhebber Jan Pauw er zijn oog op liet vallen en er samen met de gemeente een klein paradijsje van wist te maken. Educatieve tuin Pico Garden van Hollands Kroon. Er zijn nu al mensen die maken hier wandelingen en ja, dat vind ik leuk. En die kennis delen, daar word ik gelukkig van, dat vind ik enthousiast. En mensen enthousiasmeren, ja, dat is super. Hollands Kroon staat te boek als een vernieuwende gemeente. Zo zijn er kernbeheerders die samen met inwoners de omgeving mooier proberen te maken. Het komt er eigenlijk op neer dat de gemeente zorgt voor de spullen, de materialen, de planten, de struiken. De mensen moeten ze zelf planten. En dan moeten ze ook zorgen voor het onderhoud van dat stukje wat ze dan in onderhoud nemen. Nee, maar om te kijken naar bepaalde... Nou ja, kijk, dit laat ik dus gewoon allemaal... Ik kan me voorstellen dat het ook eventjes puzzelen is geweest in het begin. Absoluut, tuurlijk. Het is allemaal nieuw en dan loop je hier en daar wel eens wat tegenaan. Maar dat is toch wel een uitdaging om daar weer uit te komen. En dat maakt het toch allemaal wel behoorlijk spannend. Soudan gras. En dat zijn hele harde zaden. Volledig nieuwe manier van werken, daar word je af en toe wel eens op aangekeken natuurlijk. Dat is zo, dat is ook zo. Hollands Kroon staat af en toe in de schijnwerpers, dat klopt. We hebben natuurlijk de APV behoorlijk ingeperkt. Onze ambtelijke organisatie ziet heel anders in elkaar. We hebben geen managementlaag meer, maar we hebben zogenaamde zelfsturende teams. Dus onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het werk wat ze doen, zonder dat er een manager is die gaat bepalen wat ze moeten doen. Waarom willen jullie deze nieuwe manier? De grondgedachte zit er natuurlijk in dat mensen zelf verantwoordelijk zijn over hoe ze leven, waar ze leven en wat ze doen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk hoe ze hun leven inrichten. En dat komt tot uiting in de ambtelijke organisatie. Het komt tot uiting in het afschaffen van regels. We willen de verantwoordelijkheid laag leggen. Zie, dat is alle liefde die ik erin gestopt heb, komt er nu uit. Ja. Kun je merken dat dit werkt? Dat mensen dit een prettige manier vinden, dat het dichtbij is? Ja, ik merk aan heel veel mensen. Natuurlijk, je hebt altijd wel mensen die het wat minder vinden. Maar mensen vinden het heel plezierig om wat te kunnen doen in samenwerking met de gemeente. Een week of drie geleden kwam iemand van Kernbeheer kwam langs. En die zegt, Jan, ik sta versteld hoe mooi het hier is geworden. Ja, nu krijg ik gewoon kippenvelden van. Het is zo leuk. Het wordt tijd voor koffie, Jan. Heerlijk, of een lekkere lunch. Ja. Ja.